U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We beginnen met de satellietfoto waarop we nog vrij veel wolkenvelden zien. Hier en daar al een klein gaatje voor de zon. En vanochtend zien we de zon het meest schijnen in het noordoosten en vooral in het zuidwesten. In het zuidwesten blijft het droog, in het binnenland valt lokaal een enkele bui. Vanochtend temperaturen tot zo'n 18 graden, vanmiddag oplopend naar 20 tot 22 graden. Vooral in het binnenland een enkele bui en vaak nog wel vrij veel wolkenvelden. In de kustgebieden weet de zon veel vaker door te breken. En die opklaringen breiden zich vanavond dan oostwaarts uit. Dan is het weer overal droog, met temperaturen van zo'n 17 graden. Morgen al meer ruimte voor de zon. Nog een enkele bui misschien in het binnenland. Maar op veel plaatsen blijft het gewoon al droog en de temperatuur wint al wat. 21 tot 23 graden wordt het bij een matige zuidwestelijke wind. En de temperaturen gaan de komende dagen steeds verder omhoog. Woensdag lokaal misschien al een keer 25 graden. Donderdag lukt dat op veel meer plaatsen. En vrijdag liggen we er dik boven. Op deze dagen blijft het droog met de meeste zon op donderdag. Maar ook woensdag en vrijdag is er flink wat ruimte voor die zon. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.